Nu zeg je vrij aan vrij het begin van het boek al dat het grote vraagstuk voor hem is in de politiek: het grote politieke vraagstuk, het conflict tussen de elite en het volk. Mm -hmm. hoe, hoe stond hij daar zelf in? Want dit, dit, dit leek het tweede, dus een spanning te zijn tussen een uh, welwillende koning, uh, mm -hmm. waar, die, die, die koning een welwillend regime. Mm -hmm. Waar hij erg voor was en dat brokkelt af en dan komt dus het Medici-rijk op. Ja, het op is Nieuweer. wel een republiek. Hè? Het is niet, er, er is geen koning. Hè? Er, is, er, er, er is wel een soort een grote raad, een volksraad, er is een inspraak, er zijn allerlei organen waarbij uh, de vrijheid van burgers wel meer gegarandeerd wordt en ook de inspraak wordt meer gegarandeerd. Dus hij is absoluut geen voorstander van de monarchie hm. uh, voor, voor een heel uh, aantal uh, redenen. Um, of je, of, uh... Nou, um, waar ik vooral naartoe wilde is dus de, de, hoe verhield hij zich als denker ook to, tot het volksenvraagstuk. Want dit, dit uh, hij was dus voor een, ja. een bepaald soort deugdelijk regime zeg maar, wat ja, ja. wel ja. reaal politisch, ja. politisch moest blijven. Ja. Maar uh, in het begin van het boek zeg je ook van ja, het ja. grote conflict is eigenlijk altijd dat tussen, mm -hmm. tussen het regime en de bevolking tussen de elite en de bevolking, ja. maar dat is niet noodzakelijk het regime natuurlijk, omdat je in de republiek heb je eigenlijk een regime waarbij die verschillende partijen via instellingen en via procedures wel een bepaalde positie hebben. Mm. Ja, um, en dat bewonderde hij ook heel erg aan de Romeinen, omdat uh, in de periode van de republiek heb je consulaat, dat is eigenlijk een soort van bijna monarchale koninklijke functie, en dan heb je de senaat, dat is eigenlijk de klassieke aristocratie die aan de macht is. Het zijn meestal landeigenaren, ook meer mensen met militaire functies, eigenlijk alles wat een beetje vandaag de dag zou je kunnen zeggen conservatief en behoudsgezind is. Het zijn ook mensen die kunnen oproepen voor het vaderland te komen verdedigen als het in gevaar is, die bepaalde religieuze ceremonieën mee respecteren of mee bewaken, zal ik maar zeggen. En dan heb je ja, het volk en het volk heeft als, als verlangen, streeft het naar vrijheid, dat wil zeker zo weinig mogelijk. Uh, uh, ...worden geregeerd. En dat zit bij de Romeinen in het volkstribunaat. Dus er is een mogelijkheid van inspraak. En als hij zegt... ...er is een conflict tussen elite en volk... ...dat betekent dat het... Um, uh, het, het conflict gaat nooit opgelost worden. Het hoeft ook niet opgelost te worden. Je moet ermee kunnen omgaan. Dus als er te veel macht is bij de elite... ...krijg je een autoritair regime. Te veel macht van het volk... ...dan krijg je uh, een soort anarchie. En dus moet je... Ja, het is ook allemaal heel, heel, heel veranderlijk de politiek, maar je moet eigenlijk dat evenwicht, evenwicht of je moet ja, die, die dynamiek uh, kunnen, uh, kunnen in stand houden. Ja. En dat creëert de vrijheid. Dat is eigenlijk wat vrijheid mogelijk maakt. En daarmee gaat er natuurlijk in tegen een hele traditie die de vrijheid helemaal anders opvat, en die vooral op de politiek zelf een veel in zekere zin een harmonieuzere visie heeft. Of denkt, ja, mensen hebben bepaalde functies, of er zijn bepaalde standen. En, uh, of er is een staatshoofd, hè, dat het hoofd is van een hele gemeenschap. En, en, en volgens Machiavelli is dat eigenlijk niet het geval. Het is de, de legitimiteit van uw politiek, rust altijd bij de bevolking. Maar tegelijkertijd herkent hij ook wel dat, er, ja, dat een deel van uw samenleving meer elitij is, met andere waarden, met andere ideeën. En, uh, en voor beide moet er ruimte zijn. En... Mooie uiteenzetting en uh, ook, ook een leerzaam perspectief op hoe het politieke bestel toen dus functioneerde, want het was een republiek. Mm -hmm. um, dat duurde nog even voordat Nederland ook een republiek werd. Hè? Um, maar wat, als je nou vanuit dit schema kijkt naar, de, naar het heden, want jouw boek is eigenlijk vol met uh, parallellen met het heden, mm -hmm. maar nu, nu, nu is het weer opnieuw echt een heel groot vraagstuk geworden. Hè? Van, heeft de elite niet een bepaald verhaal voor ons bedacht? Mm -hmm. Splitst de elite niet een verhaal in de maag van de bevolking onder het mom van rationaliteit of wetenschap? Bijvoorbeeld als je het hebt over de boeren in Nederland. En um, zit daar niet te veel een deelbelang in van, van, van die elite zelf en van wat zij graag willen? En die bevolking die er toch bij staat van te, te kijken: van ja, nou ja, goed, ja, jullie zeggen dat het een deskundig advies is, maar. Ja, is dat het eigenlijk wel? En dus die spanning is in Nederland nu best wel groot. Hè? Mm -hmm. Als je daar nou vanuit Machiavelli naar kijkt, wat, wat is dan een manier om dat te, te, te framen, om dat te begrijpen? Of, ja. In de eerste plaats dacht ik van: goh wat verrassend. Wat, wat, wat is nu het grote probleem? Toen eigenlijk zegt, het is de kern van politiek. En altijd geweest. Ja. En zelfs, tyrannieke, ja totalitaire kennen we niet, maar zelfs, tyrannieke regimes. Er zijn een variatie daarop op een of andere manier. Dus, dus dat conflict verdwijnt nooit. Nu uh, om uh, terug te keren naar, uh, naar vandaag, wel, je, je voelt wel bij Machiavelli uh, een grote nadruk op de belang van het volk, dat, wat in zijn tijd ook al heel uitzonderlijk was. Hij zegt bijvoorbeeld: het volk is wijzer en verstandiger dan een vorst. En dus al tegen het, het heel klassieke argument. Uh, dat je al bij Plato en anderen vindt, ja, het volk hoef je niet te vertrouwen, want die hebben gewoon niet voldoende kennis, niet voldoende inzichten, of niet, niet voldoende controle over de passies, of wat dan ook, om te besturen. Nee, zegt passies zijn eigenlijk bij die elite even goed, die hebben ook bepaalde verlangens. Um, en het volk kan je wel aanspreken op een bepaald idee van algemeen belang. Dus daar is hij echt van overtuigd, en hij zegt in het, de discursie, eerste deel, Hoofdstuk 58. Heel, hij is ook heel provocerend van temperament. Dat is een van de redenen waarom hij zo fantastisch is om te lezen. Hij is, hij is een enorm sprankelende figuur. En, en heel provocerend uh, begint hij daar. Van ja, doorgaans wordt eigenlijk het omgekeerde gezegd. Hij wordt eigenlijk de... En, en, dus ik in het begin van mijn, een van mijn hoofdstukken zegt hij het ook zelf. Van ik... Uh, uh, ik ga hier niet beginnen met de vorsten te prijzen, zoals de meesten doen, maar in plaats van hen aan de schandpaal te nagelen voor alle wandaden die dat ze begaan hebben. En dus de, dus hij, is, hij is heel provocerend in zijn schrijven. En waarom is hij zo positief uh, uh, over die bevolking? Wel, omdat hij precies eigenlijk gelooft dat de, het verlangen naar vrijheid ook bij hen heel sterk aanwezig is. Nu, om terug te gaan naar vandaag de dag. Enfin, wat hij ook zegt, is: de elite heeft meer middelen om haar machtspositie te bestendigen dan het volk. Omdat ze meer geld hebben, omdat ze vaak allerlei posities hebben en ja. omdat ze vaak ook ja, welbespraakter zijn, beter kunnen uitleggen, beter kunnen verkopen. Ze hebben allerlei middelen. En dus wat hij ziet na verloop van tijd, is dat zelfs al heeft het volk een bepaalde inspraak, dat je toch een ontwikkeling kan krijgen naar een versterking van die positie van de elite. En dat vindt hij zeer gevaarlijk. Want als het volk ontgoocheld raakt in de elite en in het hele bestuur, dan. Zijn er variaties op wat er kan gebeuren, maar één van de mogelijkheden is dat er een sterke man op staat. Misschien ook een sterke vrouw ondertussen, maar toen vooral een sterke man. Die, die zegt, kijk, ik eh, sta aan jullie kant en ik ben ook tegen de elite. hoewel dat die persoon vaak eigenlijk financieel, cultureel wel zelf deel uitmaakt van die elite... Uh, en uh, dus die, die gaat eigenlijk het volk naar de mond praten en het volk totaal gedesillusioneerd door dat systeem volgt die persoon die dan vervolgens eigenlijk alle instellingen en alle wetten die de vrijheid mogelijk maken afschaft. Dus dat is eigenlijk een scenario dat hij heeft. Dus het, het is zo dat na verloop van tijd um, de, de, de kans eigenlijk groot is dat de, de macht van de, van de elite toeneemt en dat het volk meer en meer moeite heeft om, om nog, uh, ja, nog aan de bak te komen. Hmm. Ja, herkenbaar en dus dubbel, want het gevaar zit zowel aan de kant van de elite als aan de kant van het volk. Ja. ja. Want het volk kan anarchistisch worden en voor de verkeerde leider kiezen, maar ja. de elite kan de eigen belangen gaan behartigen. Ja. anarchistisch of ook, ook ja. Ja, totaal gedesillusioneerd en ja. dus eigenlijk helemaal openstaan voor, het is wie die pretendeert hun belangen te verdedigen, zelfs al is dat in de realiteit ja. uh, niet het geval.